Argos Suriname heeft vanmorgen samen met minister Robert Penneu van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, MINOCE, de ontspanningsruimte van de Willem van Leerschool geopend. Argos is het enige cementproducerende bedrijf in Suriname. Ondanks het regende mocht dit de pret niet drukken en ging de opening van de ruimte normaal door. Dit project is uitgevoerd in het kader van de sociaal-maatschappelijke verantwoording die Argos Suriname nastreeft. Patrick Hessius, directeur van Argos Suriname, zegt dat zulke projecten worden uitgevoerd aan de hand van de positieve resultaten die het bedrijf in het afgelopen jaar heeft geboekt. Als Argos het zich kan veroorloven, gedenkt zij de omgeving waar zij deel van uitmaakt, zegt Hessius. Proberen, afhankelijk van de resultaten van het bedrijf, proberen we elk jaar een sociaal project uit te kiezen. Ik zei het al, onze focus is met name op educatie. En de tweede voorwaarde is dat we dus inderdaad kijken in de buurt van waar wij onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren. En we proberen dat zoveel mogelijk te doen samen met de mensen en de scholen in onze community. Maar belangrijk is, we moeten het op een gegeven moment wel ook ons kunnen veroorloven. En ja, waarom scholen? Het is eigenlijk een no-brainer. Je moet investeren in de toekomst van de kinderen. Want die zijn uiteindelijk degene die, laten we zeggen, jouw toekomstplannen, hun toekomstplannen verder moeten ontwikkelen. Onderwijsminister Penneu is dankbaar dat Argos de scholen die niet in Paramaribo zijn ook gedenkt. De bewindsman vindt dat projecten die worden ingediend niet alleen in Paramaribo uitgevoerd moeten worden, omdat de districten ook een onderdeel zijn van Suriname. Penneu had dan ook een passende boodschap voor de scholieren. Jullie hebben een taak te vervullen en die taak is maximaal je inzetten om educatie en onderwijs te genieten. Onderwijs is het fundament voor verdere ontwikkeling. En laat me dit aan jullie vertellen, jongens en meisjes. Wanneer je moeder en je vader niet ver hebben gestudeerd, kan je hun niet kwalijk nemen, omdat toen de omstandigheden niet gunstig waren. Maar als je vader en je moeder jou die kans bieden om verder te studeren, dan moet je het maximaal benutten. Want uiteindelijk zal educatie je alleen verder brengen. En educatie is een hulpmiddel om uit armoede te geraken. Minister Robert Penneu van MINOCE heeft vanmorgen samen met Argos-directeur Patrick Hessius de ontspanningsruimte van de Willem van Leerschool te Domburg geopend. Het is een van de sociaal-maatschappelijke projecten van het cementbedrijf Argos Suriname.